I'll sleep at the hotel. Welcome to Berlin. Can you tell me what you remember? I was in a taxi. I crashed. I don't know how I got here. You have been in a coma for 4 days. We couldn't find any identification with you. What's your name? I'm Dr. Martin Harris. Diefstal van identiteit is waarschijnlijk een van de ergste zaken die een mens in zijn leven kan meemaken. In de film Unknown wordt niet alleen de identiteit van Liam Neeson gestolen, maar weliswaar zijn hele leven, inclusief zijn vrouw. Hij is blijkbaar nog de enige die van zijn bestaan afweet, en dit gaat zelfs zover dat hij na verloop van tijd aan zijn eigen mentale gezondheid begint te twijfelen. Ook het publiek worstelt voortdurend met de vraag wat er nu precies gaande is. Is hij nu Dr. Martin Harris of niet? Is dit echt zijn vrouw of heeft hij het zich allemaal maar ingebeeld? Veel meer van de film ga ik niet verklappen. Om de antwoorden op voorgaande vragen te weten, zul je dus zelf moeten gaan kijken. Er is trouwens ook een unieke kans om Jean Valjean nog eens van zijn beste kant te zien. De film tilt dezelfde thematiek als The Tourist en is zeker de moeite waard om eens te gaan bekijken. Als je hem hebt gemist in de cinema's, probeer hem dan zeker een keer te huren op DVD. Dit was Lost in Hollywood voor deze week. Maak er nog een fijne filmavond van en ik zie jullie volgende keer. Who are these people? They can become anyone. The question is, why would they want to take your place? I don't know who this man is. But you have to arrest him, or many people will die. There is no Martin Harris. He doesn't exist. I am Martin Harris. I didn't forget everything. You should have never trusted Hollywood.